Yo beste kijkers, van Zeverheid, welkom bij een gloednieuw video. Vandaag zit weer op Mytopia. Niet op Mytopia, maar in de lobby. Want, zoals je aan de titel ziet, is het een minder vette video, kappa. Nee, maar ja, jongens, ik ben geband dus. Ik ben geband voor 90 dagen. Als ik de lobby joint, voor ongepast gedrag, 7e keer. Maar de ban is vals, want ik leg wel even uit, jongens. Ik ben dus geband voor... Jullie zien het hier ongepast gedrag. Maar, zoals jullie weten ben ik gestopt op Mytopia sowieso al. En ik speel het alleen eigenlijk voor opnames of streams. En ik ben al twee weken speel ik nu gewoon echt alleen maar 5M nog. En ik ben alleen online voor records of als ik even iets moet doen. Dus ik kom online vanochtend. Ik heb niks gedaan. Dus ik zei alleen tegen mensen hoi, gewoon hoi hoi. Ik heb de chatlogs teruggekeken. En toen ging ik weer offline. Dus daarna, ik ga even video's editen, want ik ga morgen op vakantie. Dus jullie weten dat ik morgen op vakantie ga. Nou, in ieder geval, ik ben dus offline gegaan en dan vraag ik de Niels, kan ik even 5k lenen? En dan zeg ik, yo sure, kom online, ik wou hem 5k geven. En dan staat geband voor ongepast gedrag een 7e keer. Maar ik heb in de chatlogs nagekeken en ik heb niks fout gezegd. Ik heb elk woordje nagekeken en ik heb niks gedaan. Ik heb een unbanappeal gedaan en ik heb gevraagd aan appeal of ik even op gesprek kan komen, want ik wil de reden weten. Gewoon even om raad ga ik vragen waarom deze ban, hoe en wat. Dus ja, ik ben dus geband. Weet je, het maakt mij in principe niet zoveel uit. Het is alleen dat het voor jullie niet zo leuk is, want ik kan nu geen video's voor jullie meer maken. En ik denk dat het niet zo leuk is dat ik geen video's meer voor jullie kan maken. En daar zit ik wel een beetje mee. Want nu weet ik niet, als ik niet geunband word, dat ik niet wil. Ik weet niet wat voor content ik moet maken op dit moment. Ik wil wel 5M content maken, dat wil ik heel graag. Maar als ik 5M content ga maken, dan heb ik niet die views die ik op Mytopia heb. En het maakt me niet zoveel uit hoor, de views. Maar ik wil er wel wat voor terug, als je snapt wat ik bedoel. Dat ik wel gewoon een leuk publiek krijg. En ja. Dus ik zat er eigenlijk ook over na te denken om. Twitch kanaal te starten, 5M te gaan streamen en gewoon mijn ding te doen. En dan hoge lichten te uploaden op Zeverheid. En van die leuke series maken zoals als je Morris kijkt. Die maakt altijd van die leuke series zoals... Die maakt altijd leuke series zoals de donkere kant van internet. Zulke dingetjes, dat is echt leuke series. En setups van Morris en zulke dingen. Zulke series, en dan wil ik niet dat maken, maar gewoon... Een beetje, ik wil gewoon die kant op, zeg maar, als ik geen unban krijg. Want ik speel over 90 dagen toch geen Mytopia meer, denk ik. Dus ja. En ja, in ieder geval, over 90 dagen ga ik wel uploaden weer, denk ik. Tenzij ik eerder wat geunband. Maar in die tussentijd moeten we wel wat hebben. En ik dacht van, zodat we dat gaan uploaden. Dat is wel leuk om te doen. Dus ja. In ieder geval, ik ben dus geband, 90 dagen. Ik ga erachteraan. En in ieder geval... Er komen ook veel leuke video's online tijdens de vakantie. Ik heb wat gasten ingehuurd, laten uploaden. Dus ja, er komen zeker leuke video's online. Er komen twee video's nog van mij, twee streams van Niels. En van twee of drie gasten komen er video. Dus ja, want ik ga 10 dagen naar Spanje. Vanaf een dinsdag om 5 uur 's ochtends tot en met 31 juli. Dat ga ik dus doen. In ieder geval, ja. Ik heb eigenlijk niet meer veel te melden. Ik ben dus geband. It is what it is. No. Tja. In ieder geval, ik hoop dat Rastaflet kijkt. En dat ik mijn echte banreden wil weten. Want ja. Ik zou gewoon graag mijn banreden willen weten. En ik hoop dat jullie er hebben van genoten. Of nou, genoten. Dat jullie wijzer zijn gekomen met deze informatie. Dus ja. Dan wil ik nog één ding zeggen. En ja. Dan ga ik de video afsluiten. En ja, dan zeg ik nog maar één ding en dat is later mensen, later.